Berenbroekstraat. Van Gaasden-Berenbroekstraat, dat staat wel een naam, zeg. Ja, allee, ik zou toch zeggen niet zot of zo, hè, maar als die naam nog niet, als die straat nog niet bestaat, hè, en dat is nog een bouwkavel, hè, hoe kan hem dan op de kaart staan, zeker? Dat kan toch niet? Zeg, en wanneer had jij verstand van de navigatie? Allee, sinds de lieve Heer ons de weg laat. Nu vanmiddag voor de start bouw te vieren voor de eerste en tweede fase van de Rooisgaard. Het betreft een 24-tal woningen. Fase 1, 11 woningen. Fase 2, 13 woningen. Het zijn woners, ja, woningen voor starters, woningen voor doorstromers. En de woningen die zijn eigenlijk ja, als inspiratiebron heeft daarvoor gediend. Eigenlijk de mooie woningen die in het dorp Sint-Oederode staan. En die hebben we proberen te vertalen in een heel mooi ontwerp voor hier voor het nieuwe plan Rooisgaard. Belangrijke mensen die gaan voorop, zeg maar. En het gewone volk te slaat achteraan, hè? Ja, allee, dat kunnen we toch niet maken, hè? Voor onze lieve neer is iedereen even belangrijk, hè? Onze lieve neer. De kopers moeten achteraan lopen, dat is gewoon zo, hè? Wij vinden het een heel bijzonder project. Grote diversiteit. Het is voor een ontwikkelaar ook heel bijzonder om zo'n grote diversiteit aan woningen te kunnen maken. Het vraagt ook veel aandacht, er zitten heel veel verschillende detailleringen in. Ook detailleringen die verwijzen eigenlijk naar de oude bouwtraditie. En ja, daar zijn we best trots op, om dat te mogen realiseren voor de kopers in dit plan. Wij hopen in het voorjaar van 2017 de woningen op te leveren. Grond, ik doop u in de naam van de burgemeester en wethouders. In de naam van bouwbedrijf van Siphout. In de naam van architect en Bert Omen. En in de naam van heel de Rooise gemeenschap. Hoi! Ja. Even de piep! Hoera! Even de piep! Hoera!